Nee, hele mooie kerk. En ja, dan kom je natuurlijk toch nog bij wat voor ons het belangrijkste is. En wat natuurlijk ook tot de allerbelangrijkste orgels van Duitsland en van de Bach-orgels hoort. Het orgel van Hildebrandt. Wat Johann Sebastian Bach, toen het klaar was, samen met Gottfried Silman gekeurd heeft. Het belangrijkste is eigenlijk dat zo'n orgel nog een levend document uit de tijd van Bach. Het is niet alleen door Bach ingewijd en gekeurd, maar een van zijn schoonzoons, Alt-Nicol, was organist hier. Ik vind dat, in ieder geval, dat is mijn credo, dat als je muziek speelt van een componist die al lang dood is, dat je moet proberen die componist te begrijpen. Want die componist was in staat iets te doen wat wij niet konden. Wij stomme muzici kunnen alleen spelen. En misschien een beetje improviseren, maar niet componeren op het niveau van een genie zoals Johann Sebastian Bach. Dus op het moment dat je zijn muziek uitvoert, moet je proberen die muziek uit te vinden wat de parameters zijn om wat er bij de interpretatie belangrijk is. En als je dan een orgel vindt wat heel erg bij Bach aansluit, dan is dat natuurlijk extra inspirerend en extra belangrijk. Dus ik heb eigenlijk bijna nooit in mijn leven op een moderne orgel opgenomen. Altijd op een historisch orgel. En dit was een van de orgels waar ik nog nooit opgenomen had. Dus het was een leuke gelegenheid om toen hierheen te gaan. Als je een trap ziet, wil je altijd kijken wat erachter is. Hè? Ik had het plafonnetje gezien in het boekje wat over de kerk bestaat. Maar ik had het nooit in werkelijkheid gezien. Ik had het ook nooit gevonden. En dan sta je er ineens oog in oog mee. 16e eeuw. Er staat er nog een leuk beeldje achter. Als je... En nog een leuke 16e kast. Een organist zit altijd anoniem achter een rugpositief verborgen. En soms kan je wel eens de gedachte bekomen van... Als ik nou stop, zouden de mensen er nog zitten? Als je video opneemt met het beeld erbij, denk je dat het voor de toeschouwer heel erg interessant is om een organist te zien spelen. Gewoon de een beweegt enorm, de ander zit heel stil. De ander is heel introvert bezig, de ander is heel extrovert bezig. Maar ik denk vooral bij een orgel zoals dit ook, zo'n groot orgel in een grote kerk met veel galm, is het altijd heel moeilijk om alle articulatie te horen. En ik denk met het zien van de speler dat het ook helpt om dingen te horen. Het doopvont. Volgens mij is dat het oudste van de kerk, want dat is rond 1500. En geweldig bewaard nog. En dan zie je dat heel oud en barok heel goed samengaat. Als je kijkt naar de barok hier. Toen ik hier kwam, afgelopen zaterdag, toen schrok ik van hoe breed het pedaal was. Want eens kijken wat een end dat is. En moet je dus heel snel... En nou, dan in het begin schrik je, want het is breder dan welk breed pedaal wat ik ken. Voor mij is Leeuwarden, de grote kerk, het breedste pedaal. En nou, dan kom je op zo'n orgel, dan moet je dus je weg proberen te vinden. En het eerste wat opvalt is dat het heel mooi klinkt. Echt prachtig klinkt. De kerk ook heel mooi klinkt. En ja, dan ga je dus zoeken. Dan wordt je verteld dat wat er op de orgel op de knoppen staat, dat nog dateert uit de tijd van Bach. Ze hebben dat net gerestaureerd. Je mag dus ook niet met je vingers aan die letters komen, want dat verdwijnt natuurlijk allemaal. Dus het is met heel veel kosten gerestaureerd. En leuk dat het er nog is. En dan ga je dus proberen wat doet het orgel, hoe licht speelt het, hoe zwaar speelt het. Nou, in dit geval is het hoofdwerk, met name als je naar beneden en vooral als je koppelt. Als je zacht wil spelen, heb je voor een race zoals dit.
bij doen. Nog iets. Hoe lang het naklinkt, hè? Als ik in de Thomaskerk in Leipzig speel, en dat is niet het mooiste Bach-orgel, dat is een nieuw orgel, dan nog steeds heb je het gevoel dat die strenge ogen van Bach in je nek meekijken. En dat je toch beoordeeld wordt, iedere keer opnieuw. Maar als het dan zo'n kerk met zo'n prachtig licht, wat hier is, geweldig licht vind ik, en een orgel wat zoveel keuze heeft aan klank, en wat in feite doet wat je wilt, en op een bepaald moment zegt, hey, kop aan het stoppen. Er wordt in het pedaal bepaalde noten spreken langzamer aan. Dus dan moet je echt tijd nemen om ze te laten klinken. En dus er is een persoonlijkheid wil bespeeld worden door een persoonlijkheid. Maar die zegt ook, maar je doet ook wat ik wil. De originele bouwer was voor Johann Sebastian Bach dé orgelbouwer. Veel beter als Zimmerman. Hij vond dus Zacharias Hildebrandt, dat vond hij de beste bouwer. Het orgel heeft natuurlijk zeker nog anders geklonken toen het klaar was. Heeft ook lichter gespeeld dan het nu speelt. Dus gelukkig dat het orgel gereconstrueerd is, want je ziet wat voor geweldig werk daar gedaan is. Ja, dat is een heel bijzondere klank van dit orgel. Bij de fluiten, hoor maar. Zeer fraai. En bijvoorbeeld als je dit